Laten we deze avond beginnen met een gemiddelde golf, die ver weg op de Atlantische Oceaan ontstaan uit wind en water, tot maximale hoogte wordt opgesweept door de energie van de wind en met zijn medegolven een rommelig, onregelmatig patroon vormt dat bekend staat als zee. Maar wanneer die dicht bij de kust verandert de onstuimige open zee in het patroon van een langdurige, regelmatige zeegang. Maar wanneer die ondiep water bereikt, vindt een opmerkelijke transformatie plaats. Voor het eerst in zijn bestaan ondergaat de golf de weerstand van de steeds hogere bodem. De snelheid neemt af. De toppen van opeenvolgende golven staan steeds dichter op elkaar. Hij wordt ineens hoger en steiler. Dan tuimelt hij watermorsend om en stort het dal in om op te lossen in een ziedende chaos van schuim. Maar reeks die organiseren wij samen met de Groene en Atheneum, Polak en Van Gennep. Omdat zij een boekenreeks hebben waarbij zij non-fictieboeken uit de vorige eeuw opnieuw uitgeven. En vaak soms zelfs voor het eerst vertalen. En dit zijn boeken waarvan het misschien hartstikke belangrijk is dat we die er weer eens bijhouden en in deze tijd erbij pakken en ons licht er weer op werpen. Dat gaan we vandaag doen met het boek De Zee van marinebioloog Rachel Carson. En deze kwam oorspronkelijk uit in 1951. Mijn naam is Rogaja Sek, ik ben programmamaker hier in de Bali. Ik was van plan om een simpele avond te organiseren, maar toen werd ik enthousiast terwijl ik het boek aan het lezen was en is het toch weer een vol programma geworden. Ik ga zo in gesprek met evolutiebioloog en schrijver Thijs Goldsmith, filosoof Lisa Doeland, gespecialiseerd in afval. We gaan luisteren naar voordrachten van dichter Joost Omen. En we eindigen zelfs met een gesprek met de zee, met als mediumbioloog Arita Baaiens van Taal voor de Toekomst. Maar als eerste hier, die alvast bij me aan tafel zit, Jaap Tielbeke, redacteur, journalist bij De Groene. Hij heeft twee titels op zijn naam staan, bij Das Mag uitgekomen. Een beter milieu begint niet bij jezelf en we waren gewaarschuwd. Alle twee over klimaatverandering. Je hebt ook het voorwoord geschreven van dit boek. En daarvoor heb je weer, moet ik waarschijnlijk zeggen, verdiept in Rachel Carson. Ja, klopt. Ja, ik had de Engelstalige versie van dit boek een aantal jaar terug gelezen. En ik wist eigenlijk niet dat het bestond. Ik denk dat ik kende haar naam natuurlijk. En ik denk de meeste, net als de meeste mensen, kende ik haar vooral van Silent Spring. Haar klassieker uit 1961. Dat echt een aanklacht was tegen de chemische industrie over de gevaren van pesticiden. En ik wilde een stuk schrijven eigenlijk over de beroerde staat van de oceaan. En toen ging ik research doen en toen kwam ik erachter, daar heeft Rachel Carson ook over geschreven. Dus ik pakte dat boek erbij en ik begon het te lezen. En ik dacht, daar ga ik ook lezen hoe wat voor een verwoestende werking de mens heeft op het leven onder water en zo. Maar eigenlijk niets van dat. Dat was een boek vol verwondering eigenlijk over de oceaan. En ze schreef over hoe ze kon zich niet voorstellen. Ja, tegenwoordig komen er opeens altijd meer mensen dan minder tijdens onze programma's op het laatste moment. Goed. Een soort van post-corona-ding. Ik had het ook niet helemaal zien aankomen op deze Koningsnacht, maar prima. Ja. Gezellig. Dus ik was best verrast door wat er in het boek stond, maar ik vond het echt een fascinerend contrast ook. Want zij kon zich gewoon niet voorstellen dat de mens een negatief effect zou hebben op iets onaantastbaars en zoiets groots als de oceaan. Dus toen deze titel in die reeks werd genoemd, toen stak ik mijn hand op van mag ik dan een voorwoord schrijven? Want dat vind ik wel heel leuk. Ja. Dus zo is dat gekomen. En hoe denk je dat het... Denk je dat het dat het een bewuste keuze was? Dat zij nog niet schreef over hoe de zee verwoest
kon worden door ons mensen, of dat ze dat gewoon echt nog niet door had. Nee, toen ze daar in de jaren 50 over schreef, waren daar ook gewoon veel minder aanwijzingen voor. Hè? Zij is geboren in 1907 en eigenlijk gedurende haar leven, haar hele levensloop, staat eigenlijk het begin van wat we nu dan de Great Acceleration zijn gaan noemen. Dus misschien kennen jullie die hockeystickgrafiekjes wel, dat na de Tweede Wereldoorlog schiet eigenlijk alles omhoog. De wereldbevolking groeit enorm. De omvang van de mondiale economie, de handel, maar ook de ecologische schaduwzijde daarvan. Of dan gaat het om de broeikasgas in de atmosfeer, of de ontbossing of de verzuring van de oceanen. En dat ziet zij tijdens haar leven gebeuren. Dus zij heeft dan 10 jaar later, in 1961, heeft ze ook een nieuw voorwoord geschreven voor een nieuwe druk. En daarin moet ze dan ook vaststellen zelf van, hey, 10 jaar geleden dacht ik nog dat het ondenkbaar was dat de mens invloed zou kunnen uitoefenen. De oceaan die confronteerde met onze nietigheid. En nu moet ik dat beeld eigenlijk herzien. Nu zie ik dat we nucleaire proeven aan het doen zijn, waardoor de radioactieve vissen in de oceaan zwemmen. Zie ik dat overbevissing een probleem wordt. Nou, ze noemt, dus dat signaleert ze al. Dus ze was daar wel degelijk van bewust. Alleen het is ook een illustratie hoe snel die ontwikkelingen eigenlijk zijn gegaan. Ja, en wat was dan het verschil met Silent Spring qua toon? Silent Spring is echt een aanklacht. Dus dat heeft ze ook echt geschreven. Dat was het laatste boek in haar carrière. Dus zij heeft trilogie geschreven over de zee. Daarvan is dit het tweede deel. The Sea Around Us heet het in het Engels. En The Silent Spring, ja, dat is echt gewoon een waarschuwing. En ze hangt gewoon aan de noodklok. Of ze wil de alarmbellen laten luiden van, let op, deze bestrijdingsmiddelen waarmee wij rücksichtloos de gewassen besproeien, die hebben allerlei schadelijke gevolgen. Niet alleen voor de natuur, maar ook voor de gezondheid van de mensen. En eigenlijk het baanbrekende in haar werk is dat ze die samenhang tussen natuur en de mens ziet. Dus zij is eigenlijk, nog voordat ecologie als een vakgebied goed en wel gevestigd was, had zij heel erg die ecologische blik, waarin ze de mens plaatst als onderdeel van wat je het web des levens zou kunnen noemen. En dat eigenlijk omschrijft ze dat ook al een beetje in de zee. Van, hè, wij zijn ook voortgekomen uit het leven onder water. Het is een reis terug in de diepe tijd, in het verre verleden zou je kunnen zeggen. Dus het is een evolutionaire geschiedenis. En al het leven ontspruit natuurlijk uit de zee, inclusief de mens. Dus wij zijn daar ook nog steeds afhankelijk van. En bij Silent Spring zag ze heel duidelijk, de werktitel was bijvoorbeeld Man Against Nature. Dus hoe wij eigenlijk dat web waar we van afhankelijk zijn aan het beschadigen zijn. Hoe werd daar toen op gereageerd? Nou, ze was zich er van meet af aan ontzettend van bewust dat ze het opnam tegen machtige en gevestigde belangen. Hè, de chemische industrie was natuurlijk geen geringe speler naoorlogse Amerika. En die hadden natuurlijk ook gewoon commerciële belangen bij om die bestrijdingsmiddelen aan de man te brengen en om daar vooral niet te zuinig mee om te springen. Mm-hmm. Dus ze wist heel goed dat iedere bewering die zij deed, iedere wetenschappelijke stellingname, dat helemaal ijzersterk onderbouwd moest zijn. En wat ik nog, dat kwam ook uit. Ze vielen haar ontzettend aan toen dat boek uitkwam en ze werd in discrediet gebracht. En het hielp natuurlijk niet dat ze een vrouw was, want ze werd al snel van hysterie beticht. En dat was allemaal overdreven en alarmisme. En de rationele wetenschappers die zeiden dat het allemaal meeviel. Dat ze doemscenario's schetsten die nooit zouden uitkomen. Maar wat ook wel opmerkelijk is hoe, hoe de algemene reactie was. Het is één brief ingezonden in de New Yorker die ik heel tekenend vond. Die heb ik ook in mijn inleiding opgenomen. Van iemand die zegt, ja, ik weet niet meer de precieze bewoording, maar het kwam erop neer van, ze waarschuwt voor die arme plantjes en dieren. En dat is allemaal heel zielig. Maar laten we niet vergeten wat de echte ramp zou zijn. Namelijk als het Amerikaanse bedrijfsleven in de problemen zou komen. En het was letterlijk, schreef diegene van, we kunnen wel zonder die insecten en die vogels. Maar zonder, als het slecht gaat met de economie, dan hebben we toch echt een probleem. Dus het was heel erg nog, ze liep best wel, het was best wel haar tijd vooruit met dat denken. Dus ik denk Silent Spring heeft ook echt wel, dat wordt ook heel vaak genoemd als een soort van eerste boek wat de milieubeweging een kickstart heeft gegeven. En dat is ook echt wel zo. Dat denken was toen nu
zullen weinig mensen meer beweren dat we prima zonder de bijen kunnen of zo. Maar toen was dat nog, en een naoorlogse vooruitgangsgeloof, was dat nog heel sterk aanwezig. Van we moeten de natuur gewoon naar onze hand zetten. Dat is een plek die we natuurlijke hulpbronnen liggen, grondstoffen die we moeten inzetten om de menselijke voortspoed voor te zetten. En zij was een van de eerste, denk ik, die ook echt een heel groot podium vond met de waarschuwing voor de ecologische schaduwzijde. En hoe bewoog zij zich in het publieke debat? Nou, haar grote doorbraak kwam met dit boek. En dat moest ze ook echt wel bevechten. Want met de zee? Of met de zee, met de Sea Around. Dus dat is het tweede deel in haar trilogie. En zij, tijdens haar opleiding zat ze de hele tijd in een soort tweespalt tussen moet ik nou voor een literaire carrière gaan als schrijver of moet ik nou de wetenschap in? Nou, dat vond ze zelf te weinig fantasie om echt een carrière als romanschrijver te ambiëren. Maar als ze dan ging schrijven over de natuur en ook over de zee, dan werd het al heel snel poëtisch en een beetje literair. En tot op het punt dat ze werkte op een gegeven moment als wetenschapper bij het US Bureau of Fisheries en moest ze dan rapporten schrijven. En dan zei de baas, dit is leuk, dit is mooi geschreven, maar hier kan ik niks mee. Stuur dit maar op naar een maandblad of een weekblad. En dat is ze toen gaan doen en daar is dat boek ook uit voortgekomen. En de New Yorker heeft ook een aantal voorpublicaties van dit boek gepubliceerd. Het eerste profiel in de New Yorker van een niet-mens, dus van iets anders dan een mens. Het is ook bijna een soort van biografie eigenlijk. Ja, profiel van de zee, zo werd het gepresenteerd destijds. En dat was echt een sensatie. Dus mensen, wie is deze vrouw? En die waren echt heel erg onder indruk. En nou ja, echte faam kwam wel met Silent Spring. En toen heeft ze zich ook heel uitdrukkelijk in het publieke debat gemengd om beleid te beïnvloeden. Dus om politieke statements te maken. Dit boek was veel meer eigenlijk om een soort breder publiek de geheimen van de zee te ontsluiten. Om eigenlijk wat je nu ook vaak in natuurdocumentaires ziet. Ja. Kennis van David Attenborough. Vergaap je aan de magie en aan de hoe ingenieus de natuur in elkaar steekt. Dat schrijft ze in het boek over de zee. En bij Silent Spring is dus heel erg pas op wat we aan het doen zijn. En terwijl ze toen al eigenlijk heel ziek was, heeft ze zich tot het einde toe keihard ingespannen om ook politieke verandering teweeg te brengen. Ja, want ze wilde ook niet naar buiten brengen dat ze ziek was voor haar politieke punt. Ja, ze had werd op een gegeven moment borstkanker bij haar gediagnosticeerd. En dat heeft ze stilgehouden. Deels ook omdat ze dacht van ja, kijk, als ik dat nu naar buiten ga brengen, dan die bestrijdingsmiddelen waarvoor ze waarschuwden, die waren ook kankerverwekkend. Dus dan was ze bang dat er bij het publiek, of dat het zo geframed kon worden, dat zij met een soort wraakactie bezig was, of een soort uit de persoonlijke motivatie dat voortkwam. Maar ze wilde ook niet, schrijft ze, dat haar tegenstanders haar zielig zouden vinden en daarom haar met een soort fluwelen handschoenen zou behandelen. Ze wilde gewoon dat gevecht aangaan, dat debat aangaan op basis van wetenschappelijke argumenten. Ja. Ze had daar hele doorvochte research voor gedaan. Maar wat zo knap is aan dat boek, is dat het aan Silent Spring, is dat het niet alleen, ook aan de zee eigenlijk, maar vooral aan Silent Spring, is dat het niet alleen een soort van wetenschappelijke feiten verzamelen, dus een zaak opbouwen, maar dat er ook heel erg wordt nagedacht, oké, hoe presenteer ik die feiten in een aansprekend verhaal voor een groter publiek? Hoe beïnvloed ik het publieke debat? En daar was zij ook gewoon heel sterk. En ook bij de zee, dat ze, dat is geschreven op een manier dat het je binnentrekt. Ja. Vind ik. Bedoel, het is, als je het nu leest, is het op sommige wetenschappelijke vlakken wel achterhaald natuurlijk. Maar toen was dat een enorme, voor heel veel mensen echt een introductie dus tot de wonderen van de onderwaterwereld eigenlijk. Ja. Laten we daar zo meteen ook nog over verder praten. Maar daarvoor, we hebben Joost Omen uitgenodigd. Omdat eigenlijk die verwondering zo in dat boek zit. En iemand die ook wel de verwondering van de dingen om ons heen, maar ook de natuur goed weet te pakken, is Joost Omen. Dichter, schrijver, muzikant. Wat ben je nog meer?
Je gaat zo meteen voorlezen uit je boek Visjes. Een reisverslag van je verblijf op het eiland Salina tijdens de coronacrisis. Ik denk dat het eigenlijk voornamelijk is. Ga je gang. Dat is het. Ik ga twee hoofdstukken voorlezen uit Visjes. Daar zijn één ding even van belang. Namelijk dat ik daar niet in mijn eentje was, maar samen met Mirka en José. Zij zijn allebei kunstenaar en ze komen allebei uit Nederland. En Lietse Bliksem, dat is een meisje die runde de residentie daar. Die heet eigenlijk Marta, maar die noemden we de hele tijd Lietse Bliksem. Want het was er zo één. Dit is hoofdstuk 10. Lietse Bliksem heeft een vriendje met wie ze soms op verlaten strandjes vrijt. Het is een visserman die de helft van zijn tijd niet zijn eigen vissen vangt, maar ze van andere vissers koopt om ze later weer door te verkopen. Hij kan visnetten herstellen met een scherp mes en een boetnaald, een sigaret roken, bier drinken en vloeken tegelijk, en hij heeft een motorbootje waar wij op mogen meevaren. Lietse Bliksem zit naast hem op de stuurbank. Mirka en José proberen foto's te maken vanaf de voorplecht. En ik zit achterin en steek af en toe mijn hand in het voorbijstromende water. Het vriendje van Lietse Bliksem probeert mij vieze woorden te leren in het Italiaans. Als ik hem nazeg, moet hij heel hard lachen, waardoor ik zie dat hij nog 4 tanden in zijn mond heeft. Het is een bruut. Hij slaat me met een grote zongebruinde hand op mijn rug en roept "My friend!" met een loodzwaar Siciliaans accent. Hij trekt zijn vieze groene shirt uit en bindt het op zijn hoofd. Hij laat me foto's van naakmodellen zien op zijn telefoon, waarbij hij om de beurt mij en Lietse Bliksem met lodderige, uitdagende oogjes aankijkt. Gistermiddag ben ik ter voorbereiding met Mirka naar het kiezelstrand achter het kerkhof gelopen. Ik had mijn nieuwe duikbril en snorkel al op mijn hoofd, een grote plastic slaakom onder mijn arm en 2 A4'tjes waarop ik gedichten van Favri, Kampert en Sonja Prins had overgeschreven. Ik zwom een stukje door de branding en raapte met uitgestrekte arm heremietkreeftjes van de grote rotsen onder water. Die kreeftjes waren slim. Ze gingen steeds net iets te diep zitten, waardoor ik in mijn enthousiasme om ze te pakken water in mijn snorkel kreeg. Telkens als ik er een paar in mijn tot kooitje gekromde vingers had, zwom ik terug naar het strand en stopte ze daar in de slaakom. Toen ik er 20 had, ben ik naast ze op de warme stenen gaan zitten en met de duikbril nog op mijn hoofd heb ik ze voorgelezen. Heremietkreeften komen uit hun schelp gekropen als je ze Remco Kampert voorleest. Van Sonja Prins gaan ze op ontdekkingstocht, maar dat komt denk ik omdat het enige gedicht is dat ik zo snel kon vinden waar het woord heremietkreeft in voorkomt. In Favri en zijn dolfijnenpoëzie zijn ze amper geïnteresseerd. Heremietkreeften verstaan bijzonder goed Nederlands en heremietkreeften zijn geen vissen. Omdat heremietkreeften geen vissen zijn, zitten we nu in het bootje van het vriendje van Lietse Bliksem. Ik vind dat als je wilt weten van wat voor poëzie vissen houden, je naar het huis van de vissen moet gaan om het ze te vragen. En dat huis is de open zee. Ik vertel aan het vriendje van Lietse Bliksem dat ik een vis wil vangen met een gedicht. Hij zegt dat hij me aan de voorplecht van zijn boot zal binden als dat me lukt, zodat de vissen vanzelf aan boord springen. Hij vraagt of ik veel wiet rook. Ik stap van de boot het water in. Ik ben onder water. Om me heen is het fris en helder en nat. Ik praat met de vissen. Of het is eigenlijk geen praten, want het is eenrichtingsverkeer, dus ik draag voor de vissen. Honderden visjes, de meeste zwart en zo groot als een goudvis, maar andere groter en gestreept en zelfs een paar volledig gele en blauwe en nog wat grote zilveren verzamelen zich om mij heen in het koele water. Behalve mijn eigen stem is er geen geluid. De zee is hier diep, maar het zonlicht komt met gemak tot de bodem. De bodem is groen. Ik zie een paar zwarte zeeegels en een rood-oranje zeester. En tussen de stenen zie ik steeds meer vissen die blijkbaar ook van gedichten houden, want ze gaan er niet vandoor. Ik kon onder water geen papier meenemen, dus wat ken ik uit mijn hoofd? Een magistrale, stralende zon, roep ik door de snorkel tegen het verzamelde vissenpubliek. Blijkbaar vinden ze Johnny de Selfkicker mooi of interessant, of ze houden van gedichten over de zon, want de vissen blijven geboeid rond mij drijven. De zee heeft de geur van trillende harpen, zeg ik naar beneden, en zoet is de zee. Maar de rest van het gedicht van Paul Snoek ken ik niet uit mijn hoofd. Ik draag het stukje voor van Fritsie Harms van Beek over haar hemelse mevrouw Ping en het stukje van Hugo Claus over zijn ezel Ambroos.
een stukje van Lucie Bert, dat over eenvoud verlichte waters, heel geschikt voor vissen. En zelfs dat stukje van Vazalis over die bus die als een kamer door de nacht rijdt, hoewel er geen vis is die ooit de bus over de afsluitdijk neemt. De vissen lijken het wel interessant te vinden. Het worden er in ieder geval steeds meer. Maar het voelt een beetje alsof ik in een dorp sta op te treden waar de dorpelingen alle dagen van het jaar precies hetzelfde doen en elke vorm van afwisseling met een mengeling van nieuwsgierigheid en argwaan tegemoet treden. Met echte liefde voor poëzie lijkt het weinig te maken te hebben. Als ik geen gedichten van andere dichters meer uit mijn hoofd weet, probeer ik een eigen gedicht. Ik zeg voor de vissen: ik ben een heel klein kurkje. Ik ben een heel klein kurkje. Je moet me redden. Ik heb een wenkbrauw van stroop. Ik heb een wenkbrauw van zout. Ik mag niet bewegen, anders valt de wenkbrauw van mijn hoofd. Ik ben een heel klein kurkje. Ik ben een heel klein kurkje. Je moet me redden. José, die niet van zwemmen houdt, maakt een filmpje van mijn voordracht. Vanaf de boot ziet het er wat suf, vakantieachtig uit. Een jongen met watersandalen aan, met een witte rug, die met een buis in zijn mond naar beneden praat. Het gedicht klinkt alsof ik zwaar verkouden ben. Maar onder water ben ik, door mijn poging om op dezelfde plek te blijven drijven, door de deining omgedraaid. Ik kijk niet meer richting het eiland, ik kijk naar de zee. In de zee drijven honderden, zo niet duizenden visjes, en ze luisteren allemaal naar mijn gedicht. Het zijn kleine zwarte visjes, maar achter die zwarte visjes, waar ik niet meer kan kijken omdat de zee daar alleen maar zon en blauw is, moeten nog miljoenen felgekleurde en steeds grotere vissen zwemmen. En al die vissen horen mijn gedicht. Alle sardientjes, alle haaien, alle baarzen, alle brazems, alle lipvissen en kardinaalsvissen en maanvissen en slijmvissen van de Middellandse Zee. Ik zal een nat gedicht voor ze schrijven. Speciale vispoëzie, zout en met een zin over het haakje, zodat ze zelf kunnen beslissen of ze gevangen willen worden. En dan nog een stukje van hoofdstuk 12. Dat gaat zo. Lietse Bliksem is de baas over onze verdieping, maar onder ons in de boekhandel heerst een ander regime. Het is het regime van de filtersigaret, die vrijwel onaangeroerd opbrandt tussen vingers vol zware zilveren ringen met groene en donkerrode edelstenen erin. De sigaret walmt in het kleine magazijn achter in het huis, waar grote stapels boeken tegen de wanden zijn opgestapeld en waar op een gehavend 18e eeuws bureau een oude Macintosh lucht probeert te happen. De bazin van de boekhandel is de Siciliaanse evenknie van Juliette Gricot, die op die Macintosh dagen achtereen een onbegrijpelijke administratie bijwerkt. Ze is hartelijk, maar tegelijkertijd streng, nukkig, maar grappig. Ze stoft het schilderij in de boekhandel af terwijl ze tegen de geportretteerde grootmoeder fluistert. Ze heeft suikerziekte, maar drinkt genoeg rode wijn. Haar naam is Antonella. Ik zit met mijn laptop op schoot te werken op mijn bed en opeens staat Antonella naast me. Ze wil me iets laten zien, maar komt steeds niet op de juiste Engelse woorden. Ze gaat naast me zitten, pakt de laptop van mijn schoot en typt iets in. Mijn laptop frustreert haar, de muis werkt anders dan de haren. De manier waarop ze naar de computer zucht doet me denken aan een blazende kat. Opeens heeft ze gevonden wat ze zocht. Ze zet een filmpje op YouTube aan en ik rijk over haar heen om de automatische ondertiteling aan te zetten. Een groep mannen zit in een bootje. Eén van de mannen, veel groter en breder dan de rest, zit met zijn gezicht in zijn handen. Hij lijkt te huilen, maar hij doet dat zo overdreven dat het ook duidelijk theater is. Dan veert hij op en roept naar de man naast hem die een geel visserspak draagt dat hij niet op zo'n manier over hun traditie mag praten waar de camera bij is. Hij gebaart er wild bij. In een volgend shot vertelt de man in het gele visserspak over een vechtpartij op een andere boot. Hij zegt dat veel vissers wilder zijn geworden nu er geen geld meer is. Vroeger dronken ze de hele nacht, sliepen ze hun roes uit op het strand en gingen dan de boten in om te vissen. Nu drinken ze overdag op de boten en slaan ze elkaar tot bloedens toe de hersens in. De andere mannen in de boot grijnzen wat bij dit verhaal. Ze houden brede roeispanen vast en roken een sigaret op de houten banken. De grote, brede man die net nog zat te huilen is op zijn buik op de bodem van de boot gaan liggen en heeft een luikje opengeschoven. Onder het luikje is een stuk glas in de bodem gemonteerd en door dat glas kijkt de man naar tonijnen. Dit is de Matanza,
een duizendjarige traditie van tonijnvangst op en rond Sicilië, die in 2007 voor het laatst werd uitgevoerd op het eiland Favignana, hier niet ver vandaan, vlak voor de Siciliaanse westkust. Bij deze manier van vissen werken alle vissers van het dorp samen onder het absolute bevel van de reis, een voorman die eens in de zoveel jaar democratisch gekozen wordt. De reis laat zijn vissersvloot een netwerk van enorme netten aanleggen op de bodem van de zee, een doolhof dat uiteindelijk leidt naar een kamer die de Camera della Morte wordt genoemd, de kamer van de dood. In die kamer worden tonijnen bijeengedreven en zodra er voldoende tonijnen in de kamer zitten, varen alle vissersboten uit om in een groot vierkant aan de randen van de kamer te gaan liggen. De uiteinden van de netten worden omhoog gehaald en onder luide aanvoeringen van de reis wordt de vloer omhoog getrokken. De vissers zingen hierbij de Chialoma, een verzameling oude liedjes die het tempo van trekken aangeven. Terwijl de tonijnen door het net omhoog worden gedreven en steeds angstiger worden, horen ze de zware stemmen van tientallen Siciliaanse mannen. Als de vloer bijna aan de oppervlakte is, stoppen de mannen met zingen. Ze maken het net vast aan hun boten en pakken lange stokken met haken aan het eind. Dan begint het bloederige gedeelte van de Matanza, het gedeelte waar de naam, die letterlijk slachting betekent, vandaan komt. De vissers slaan de haken in de grote tonijnen en trekken de vissen aan boord. Het is loodzwaar werk, sommige vissen wegen tussen de 200 en 300 kilo en er zijn soms wel 6 of 7 mannen nodig om een glibberige, tegenspartelende vis aan boord te trekken. De kleren van de vissers worden diep rood van het bloed en er komt zout water in hun ogen. Sommigen lopen gebroken armen op door het zwiepen van de staarten. Sommigen lopen grote sneeën op van de scherpe vinnen op de rug van de vis. Het water in de kamer van de dood kleurt wit van het schuim en roesbruin van de bloedende vissen. Eén voor één wordt elke vis aan boord getrokken. De jongere vissers strooien zout op de vissen. De grootste mannen staan schreeuwend alweer een nieuw exemplaar naar binnen te hijsen. In het midden staat de reis. Hij voert het bevel. Af en toe verlaat hij zijn commandopost om zijn mannen te helpen bij het binnenhalen van een extra groot exemplaar. De reis is groot. Hij zwaait met zijn vuisten. Zijn baard schittert in de zon. Zijn t-shirt is kleddernat en onder de dunne stof is een zwarte streep borsthaar te zien. Als de laatste tonijn aan boord is, duiken zijn mannen dolgelukkig met een salto of een snoekduik in het nu lege net en de reis steekt zijn duimen in de lucht, lacht breed. Het is moeilijk te bevatten dat deze beer van een vent, deze verpersoonlijking van een duizendjarige traditie, eruit is geconcurreerd door commerciële visbedrijven die met sonar, sleepnetten en advocaten die alle vergunningen wegkapen talloos meer tonijnen kunnen vangen dan hij. Het is daarentegen heel toepasselijk dat deze oud-testamentische man net met zijn hoofd in zijn handen zat te huilen op de rand van zijn houten vissersboot, omdat dit duizendjarige gebruik voor altijd verloren gaat. Als het filmpje afgelopen is, excuseert Antonella zich. Ze loopt de trap af naar de boekhandel en ik hoor haar de deur van het magazijn heel secuur dicht doen. Elk jaar brachten de vissers de nacht voor de tonijnvangst een bezoek aan het Mariabeeld op het plein in het dorp. De Maria op het plein van Favignana heeft een dolk in haar borst en een anker in haar hand. In haar armen ligt geen kindje Jezus. In haar armen ligt een kleine tonijn. Het is de laatste tonijn die legaal, zonder vergunning, op dit eiland mag zijn. Haar treurige ogen zijn altijd op het blauwe water van de zee gericht. Ze past goed op haar vissers. Dankjewel, Joost Omen. En dan wil ik nu naar voren vragen Thijs Goldschmidt, schrijver, evolutie- en gedragsbioloog. Hij debuteerde met Darwin's Hofvijver in 1994 over een ecologische ramp die zich voor zijn ogen voltrok toen hij onderzoek deed in het Victoriameer in Oost-Afrika. En zijn essays, boeken en bundels staan vol met prachtige analyses van mensen, dieren en hun cultuur. En binnenkort verschijnt zijn boek Wolven met de veelzeggende ondertitel Over mensen en andere roedeldieren. Wolven op het ruiterpad. Oh, het is weer nieuw. Oké, wolven op een ruiter. Op het ruiterpad. En Lisa Doeland, filosoof. Ze doseert aan de Radboud Universiteit Nijmegen over ethiek en hedendaagse kwesties zoals afval, ecologie en het antropoceen. In haar promotieonderzoek richt ze zich op de vervreemde manieren waarop we bespookt worden door dingen die we afval noemen.
Welkom. En jullie hebben beide de afgelopen maand het De Zee gelezen. Wat viel u op aan de manier hoe zij de zee beschrijft? Nou, ik was er erg van onder de indruk. Dus dat er zoveel gedetailleerde informatie over de zee in staat en over de wind, de regen, dieren in zee, fytoplankton, zooplankton, kleine vissen, grote vissen, walvissen van allerlei types, inktvissen, dus een enorme diversiteit beschrijft ze. En ook de manier waarop die dieren en planten leven in de zee en onderhevig zijn soms aan de heel ingewikkelde stromingen in zee. Ja. Dus je bent geneigd te denken, als je nooit in de zee komt, dat het een grote watervlakte is die min of meer egaal is. Maar zij beschrijft heel mooi, vind ik. Je hoeft niet zoals sommige andere non-fictieboeken echt zo'n boek te doorworstelen om de informatie tot je te nemen. Maar je wordt meegesleept door haar mooie stijl. Dus je komt heel veel te weten op een aangename manier. Dus ik ben er ook van onder de indruk dat ze zo bescheiden is. Ze is er zelf eigenlijk niet aanwezig als ik-persoon. Ze schrijft heel weinig ik. Dus ze gaat eigenlijk niet steeds tussen de fenomenen die ze beschrijft en de lezer instaan. En dat vind ik aangenaam. Kan ik nog wat van leren? Dat nietig. Hoe zag jij dat, Lisa? Het is inderdaad opvallend hoezeer zij als schrijver inderdaad op de achtergrond is. En daarmee de zee inderdaad op allerlei manieren de gelegenheid geeft op de voorgrond te treden. Het is wel. Ik had het op momenten wel moeilijk met het boek, omdat je. Omdat het is natuurlijk geschreven in 1951, dus bepaalde wetenschappelijke kennis die we later of die we nu voor waar we nu dan allemaal van weten, dingen over plaattektoniek bijvoorbeeld, dat was blijkbaar toen nog niet bekend. Dus ik merkte aan het begin dat ik als lezer daardoor moeite had om een beetje om erin te komen. Ze is daar wel heel helder in, dat bepaalde wetenschappelijke kennis voorlopig is, dus dat kan veranderen. Maar goed, dus ik merkte dat het inderdaad dat het me even moeite kostte voordat ik erin kwam. Maar er zijn bepaalde. Het is heel meeslepend geschreven. Al zijn er ook. Het is heel meeslepend, met name over hoe we de zee hebben leren kennen. Helemaal aan het eind zit er een hoofdstuk over het bevaren van de zee. En hoe de Vikingen dat hebben gedaan. De Polynesiërs die dat weer op een andere manier hebben gedaan. Hoe bijvoorbeeld. In Polynesië, die Polynesiërs die hebben vooral de Stille Oceaan leren kennen en bevaren. Daar is blijkbaar, dat geloof ik zo, dat neem ik dan van haar aan, kon je veel makkelijker navigeren op de sterren. Want die waren veel vaker en duidelijker zichtbaar. Dat konden de Vikingen bijvoorbeeld niet. En dat verklaart dan hoe je dat op een andere manier mensen de zee zich hebben eigen gemaakt. Dat vond ik fascinerend. Maar ook, ik heb hem toch maar even meegenomen, ook het boek. Er zit één toch wel heel pijnlijk stuk in. Het gaat dan over dat we leven in een tijd waarin de zeespiegel stijgt. Nou, dat betekent in 1951 iets heel anders dan nu. En dan schrijft ze: het bewijs dat de zee stijgt is interessant en zelfs opwindend. Want het is een zeldzaamheid dat we in de korte tijdspannen van een mensenleven daadwerkelijk een verandering in een van de grote ritmes van de aarde kunnen observeren. En dat heeft natuurlijk helemaal gelijk in dat het iets opwindends heeft, maar tegelijkertijd, ik kijk ook vooral naar jou, ja. Het heeft ook iets enorm beangstigends. Dus dat. We hebben dat doorgekregen, hoe we invloed uitoefenen op de aarde. We leven dan nu in het Anthropoceen, wordt wel gezegd, als een soort nieuwe geologische tijdspanne. Maar dat is ook enorm beangstigend. Ja, dus hoe lazen jullie dat gedeelte? Nou, ik. Oh. Ik was ook onder de indruk van diezelfde passage en dacht, zij kon zich kennelijk niet voorstellen dat mensen
zo'n ingrijpende invloed op de wereld konden hebben. Zeker niet op zoiets immens als de oceanen. En eigenlijk was dat tot niet zo heel lang geleden nog steeds zo bij sommige mensen. Ik herinner me van misschien 15 jaar geleden een boek van de geoloog Salomon Kronenberg. Een geoloog van naam aan de TU Delft. En die betwijfelde heel sterk of de klimaatverandering waar iedereen het nu over heeft wel antropogeen is. Dus zoals allerlei anti-klimaatactivisten nog steeds zullen beweren. Maar van hem dacht ik, ja, dat is wel een tegenstem waar je naar moet luisteren. En op zich is het niet gek dat hij die stem had, want in de tijd van Carson, als je nadacht over het geologisch verleden, dan is het terugtrekken van de zee, omdat er delen bevriezen en er gletsjers ontstaan. En het weer smelten van die gletsjers in andere perioden, dat is eigenlijk iets heel normaals. Ja, het is normaals. En je kan het daar nog op een andere manier zien, namelijk wauw, wat bijzonder. Dat dus bepaalde processen zijn, die zijn weliswaar geologisch. En daardoor zou je zeggen dat het op een schaal is dat je het als mens niet kan volgen. Maar nu dus wel. Vet gaaf. Terwijl inderdaad, we leven nu in een tijd dat we denken, oh mijn god, we zien allemaal processen enorm snel gaan, waarvan we inmiddels heel duidelijk weten, die gingen echt wel langzamer. Daar ben ik het mee eens, ja. Hoe interpreteerde jij dat gedeelte? Nee, eigenlijk is het net al gezegd, dat is precies de reden waarom ik ook dit citaat eruit heb gelicht, in mijn voorwoord heb gebruikt. Gewoon dat contrast, dat voor haar was de mens overgeleverd aan dat soort grote, trage geologische processen. En het was ondenkbaar. En toen de zeespiegelstijging die zij signaleerde, die kwam ook niet destijds door de opwarming van de aarde, door de antropogene opwarming van de aarde. Dat was inderdaad ook die processen op de hele lange termijn, op tijdschalen die ons voorstellingsvermogen bijna te boven gaan. En daarom is het dan des te tragischer dat zij eigenlijk, wat ik zei, tijdens haar leven al dat beeld moet gaan bijstellen. En zo zitten er nog een aantal dingen in dat boek die door die lens, dat het eigenlijk heel pijnlijk is. Noem om te er zien. Eentje. Nou, ze heeft het bijvoorbeeld over dat de zee, die heeft heel veel grondstoffen, mineralen, metalen, die gaan daarin schuil. Maar zegt ze, ja, de mens heeft dan wel pogingen gedaan die mineralen te winnen, maar dat is eigenlijk een onbegonnen zaak. Zeg maar, de zeedieren die daar helemaal op afgesteld zijn, evolutionair gezien, die zijn daar goed in. Maar de mens, dat is eigenlijk maar een prutser wat dat betreft. Nu is een strijd om mangaanknollen. Precies, ja, ze heeft het over, mangaanknollen noemt ze ook, hè, die dan 2 millimeter per 1000 jaar groeien. Of zo. Het gaat hele trage processen. En de diepzee, dat beschrijft ze echt als een mysterieuze wereld die helemaal vreemd is van de mens. En nu gaan we diepzee mijnen en proberen we robots te ontwikkelen om die mangaanknollen boven water te halen, zodat ze in onze elektronica verwerkt kunnen worden. Hm. Dus de kennis, zij is heel nieuwsgierig. Ze wil kennis vergaren en kennis overbrengen. Maar ik denk als ze nu terug zou kijken, wat ze met die kennis hebben gedaan, is eigenlijk de zee steeds beter leren uitbuiten. En ik denk dat ze, als ze daar nu op terug zou kijken, dat het met pijn in haar hart zou moeten constateren. Ja, dat weet ik wel zeker, ja. Maar in heel veel opzichten is het een profetisch boek. Dus je ziet eigenlijk in haar bezorgdheid over wat er zou kunnen gebeuren al veel van wat er nu in veel sterkere mate aan het gebeuren is en misschien al haast onomkeerbaar is. Dus ik vind het daarom ook echt een belangrijk boek. Ja. Net als Silent Spring. Het gaat daar over pesticiden en insecten die sterven en gevolgen voor allerlei vogels die doodgaan. Maar nog niet zo, ik weet niet in hoeverre het ter sprake komt, want het is heel lang geleden dat ik dat las. Maar dat echt een groot probleem wordt, dat straks er geen bestuivers meer zijn voor allerlei planten. En dat massale extincties tot gevolg kan hebben van allerlei planten. Ja. Je ziet eigenlijk dat ze heel precies en bedachtzaam, voorzichtig aangeeft dat er waarschijnlijk toch vreselijke dingen te gebeuren staan. En ik vind dat ze het heel aangenaam doet, juist niet als een
doemdenker, dus maak je niet bang. Maar ze, straks over hebben. Ja, maar ze informeert je. Ik vind het fijn dat ze zo precies mogelijk opschrijft wat er bekend is. Ze is heel goed geïnformeerd. Maar las je dit boek als een waarschuwing? Want dat, daar ben ik wel benieuwd naar. Of u... Ik las dit boek niet als een waarschuwing, maar er komt toch regelmatig al het woord destructie in voor. Destructie van ecosystemen. De desastreuze effecten van exoten, dus soorten die op plekken zijn gebracht door mensen waar ze eigenlijk niet thuis horen en waar ze op eigen kracht nooit gekomen zouden zijn. Al die dingen ziet zij al gebeuren. En daarmee is ze ook niet de eerste. Darwin zag dat ook al gebeuren. Die zag ook allerlei exoten in Argentinië die invasieve kenmerken hadden en inheemse planten daar wegconcurreerden. Dus, maar ze, ik vind dat ze behoorlijk wat bij elkaar heeft verzameld. En, maar toch proef ik al, dus niet alleen in dat voorwoord bij de nieuwe editie uit dus 61 is dan denk ik, of ja, 60? 61. Maar ook gewoon in de editie van 51 al. Dat, je proeft soms al dat ze iets heeft van, oké, op een gegeven moment zegt ze expliciet, ja, nee, we hebben het land weten te koloniseren op allerlei manieren, maar met de zee gaat dat dan ons niet helemaal lukken. Terwijl ik denk, nou, volgens mij zitten er al aanwijzingen in je boek zelf. En als je dan dat voorwoord erna bijhaalt, denk je, ja, volgens mij had ze zelf ook wel door dat hele beeld van de zee als een soort mysterieuze, eindeloze, ontembare, nou ja, ongekende kracht, dat ze dat niet vast kon houden. Dat ze dat doorhad in het voorwoord 10 jaar. Ja, in het boek zelf zit het eigenlijk ook al, dat ze er dus steeds meer van te weten komt. Want daar gaat het, haar boek gaat eigenlijk, het is een hele, ja, steeds gaat het over steeds meer te weten komen van iets wat op een bepaalde manier onkenbaar, mysterieus is. Ook de diepzee heeft het dan over. Inderdaad, in eerste instantie denken we dat de diepzee inderdaad een soort onveranderlijke, totaal stille omgeving is waarin eigenlijk niks gebeurt. En dan komt ze erachter, dat is helemaal niet zo. Er gebeurt van alles en dat is helemaal niet onveranderlijk. En, beschrijft het wel mooi met een mooi beeld, vind ik. Je hebt een boomgrens op het land. En zij beschrijft dan De plantgrens. Diepzee, dat is eigenlijk een omgekeerde boomgrens. Ja. Dus daar onder een bepaald niveau, ja, daar is nog heel weinig leven. En ja, eigenlijk zijn dat ook weer gunstige dingen dat inmiddels bekend is. Dat er juist enorm veel leven in de diepzee is. Veel meer dan zij ooit had kunnen vermoeden. En ook allerlei soorten die nog nooit beschreven zijn. Maar wat gebeurt tussen 1951 en 1961, waardoor zij dat dan wel doorheeft, zeg maar, dat zij in dat eigenlijk dat nieuwe voorwoord eigenlijk, zou je kunnen zeggen, veel politieker is dan het boek De Zee of The Sea Around Us, waarin zij wel dus zegt... Ja, voor mij gaat het vooral, maar ik kijk nu ook naar jou, maar voor mij gaat het vooral over de atoomproeven en radioactief afval. En dat ze heel duidelijk doorheeft wat voor effect dat heeft op de zee. En daar zijn twee dingen zijn er voor mij heel interessant in. Ten eerste dat ze aangeeft, we denken wel dat die proeven lokaal zijn, maar dat radioactieve materiaal of die fallout, die verspreidt zich. Dus dat blijft niet op één plek. Dus je kan het in die zin niet controleren. Dat is heel interessant. Dat is ook een heel over ecologisch bewustzijn gesproken. Hè? Dus het idee, dat je iets kan controleren of op een bepaalde plek kan houden, forget about it. Ook doordat de dieren die zelf radioactief worden zich verspreiden. Precies, dat is dan punt 2. Inderdaad, die dieren verspreiden en die eten elkaar. Dolfijnen en, ja, en dan krijg je ook ophoping van radioactief materiaal in predators. Of, ja, zoiets vind ik ook heel sterk van dat boek. Dat als je niet veel weet van ecosystemen en hoe ze in elkaar zitten en hoe voedselketens werken en hoe die in elkaar grijpen en hoe verschillende soorten heel verschillende ecologische nissen bezetten, gaandeweg kom je daarover in dat boek veel te weten. Dat is,
Dat is zo knap, hè? Want je zou denken, als je een bestseller wil schrijven over de zee, dan ga je het over dolfijnen hebben of over zeehonden, over een beetje de mediagenieke dieren. Maar zij heeft het over kokerwormpjes en over phytoplankton en over... Dus ze beschrijft heel erg die processen, die fascinatie voor haar over ja, hoe dat alles met elkaar samenhangt. En hoe. En ik denk dat dat is misschien wat je bedoelt, van dat ze zich daar wel bewust van is, dat ze het ook wel die... kwetsbaarheid krijg je daarmee door van hoe enorm. Nou dat op elkaar is afgestemd, hoe dat proces van evolutie tot dat punt heeft gewerkt. Maar en ik denk eerlijk gezegd ook niet dat ze heeft gedacht ik wil een bestseller schrijven. Wat je in dat nou, boek voelt is dat zij hevig geïnteresseerd is in de zee en alles wat ermee te maken heeft en dat ze goed mogelijk wil opschrijven. Zeker, maar ze was heel erg teleurgesteld in de verkoop van haar eerste boek. Ja. En voor haar was dit ook heel belangrijk. Ja, dat wist ik niet. Maar... om financiële onafhankelijkheid te hebben. Dus ze droomde als een carrière als schrijver. Ze wilde het wetenschappelijk met het werk bij de US Bureau of Fisheries. Ze wilde eigenlijk, ja, dat was meer een moedje om brood op de plank te krijgen. Ja. Dus ze wilde wel degelijk gewoon ja, het met een groter publiek delen, maar ook gewoon vanuit financiële noodzaak. Ja. Maar ik vind het wel geweldig dat de New Yorker, de redacteuren van de New Yorker, dat hebben ingezien en echt het lef hebben gehad om dat dan als eerste dat soort artikelen in de New Yorker te zetten. Ze hadden het aangeboden bij The Atlantic en die vonden het te poëtisch, dus die hebben het afgewezen. Oh, dus, ja. Ja, dat is een beslissing waar ze achter de oren zullen krabben, denk ik. Heb je het gevoel, vond je wel dat ze die niet mediagenieke beestjes of vissen of organismen mediagenie heeft neergezet? Ja, nou ja, in die zin dat het veel meer dus gaat om de samenhang dan om het beschrijven van specifieke diersoorten. Dus het is niet zo alsof ze zichzelf verliest in een lofzang op de kokerworm. Dat zou ook een saaie lectuur opleveren. Maar het is juist in die... Ja, niet alleen puur biologisch, maar ook gewoon die processen van... Je noemde het net al, die onderwaterstromen. Hè, dat er rivieren zijn, dat de zee bestaat uit allerlei lagen met verschillende stromingen. Hoe de zee het weer op het land reguleert. En ja, dat zijn ook van die zaken waarvan je denkt, oh ja... Met die kennis, ook dat wat we nu met de oceaan aan het doen zijn, dat ook weer ja, gevolgen heeft voor het leven op het land. Niet alleen de stijgende zeespiegel, maar dus ook de weerspatronen. En dat brengt ze zo mooi in kaart. En ja, ik vind ook wel op een meeslepende manier. Je moet het inderdaad niet lezen als een soort, als je nu wil weten, een soort state-of-the-art wetenschappelijk werk over de oceaan, dan moet je dit niet gaan lezen. Want ja, het is natuurlijk 70 jaar oud. Nee, maar het kan nog steeds interessant zijn. Want wat me op een gegeven moment zo opviel, dus het gaat over de oceaan als een soort, ik weet het niet, en dat ontkracht ze dus op een bepaalde manier ook, een soort eeuwig, onveranderlijk achtergrond waar tegen onze levens ook zich afspelen. Er gebeurt van alles. En dat ik dacht, met als je dit aan het lezen bent, dan kun je dat hele idee van de oceaan als een carbon sink. Nou, dat kun je ook wel op je buik schrijven. Er zijn ook specifieke... Kun je dat even toelichten? Carbon sink? Nou, gewoon... wat ik daar. Het idee dat de oceaan gewoon een plek is waarin CO2 opgeslagen kan worden. Ter meerdere eer en glorie van de mensen die dan met al hun shit door kunnen gaan of zo. Omdat het daar nog een beetje lekker bewaard blijft. Dus ze merkt daar sowieso een aantal dingen over op. Inderdaad, over hoe het opslaan van dingen in de zee. Dus dat klopt, daar is de zee heel goed in. Dat kan heel lang dingen vasthouden en langzaam weer loslaten of zo. Ja, ik ben de details even kwijt. Ik merk ook dat ik dan denk, oh ja, ik ben heel duidelijk een filosoof die dit leest, weet je wel. Je moet me de details, weet ik niet. Maar wat opmerkelijk is het idee, dus een carbon sink heeft ook iets van een soort, een iets waar je iets kan stallen of dumpen of in kan laten verdwijnen. En dat zit ook volop gedumpt, hè, de meeste. Precies, en dat zit op een bepaalde manier zit dat er bij haar. Radioactieve afval werd gewoon in zee gedumpt. Precies, als een soort verdwijnplek. En dit boek gaat voor mij ook heel erg over een soort toenemend bewustzijn van dat die verdwijnplek helemaal niet bestaat. En dan de vraag te stellen, wat voor plek is het dan wel? Wat gebeurt daar? En hoe werken daar allerlei dingen, organismen, de wind, de golven, dieren op elkaar in. Ja, ik denk inderdaad, die dingen die jij noemt zijn heel belangrijk, wat jij zegt ook. Maar wat ik juist mooi vind, zijn al die details. Bijvoorbeeld als je nadenkt over een zeebodem.
Of eigenlijk als je daar nooit over na hebt gedacht, denk je meteen dat is een min of meer egale zandvlakte of iets dergelijks. En zij beschrijft heel mooi hoe op verschillende plekken op aarde hele andere type zeebodems ontstaan, maar ook dat enorme veel tijd in beslag neemt, echt miljoenen of honderden miljoenen jaren, dat er een regen is van dode diatomeeën, dus sieralgen die naar de bodem zinken, en de pantsertjes van cyclops, van die eenoogkreeftjes, en dat al die kleine organismen waar de oceaan helemaal vol mee zit, eigenlijk voor een belangrijk deel bepalen wat daar gebeurt, terwijl mensen heel erg geneigd zijn zich te identificeren met vooral zoogdieren die verwant met ons zijn. En ja, waar we van alles op kunnen projecteren. Dat doe je niet zo snel op een diatomee, terwijl die minstens zo belangrijk is in het hele systeem. Volgens mij heeft u nu een mooi bruggetje gemaakt naar uw korte lezing. Ja? Aangezien, staat dat in mijn lezing? Nee, dat weet ik nog niet wat erin staat. Ik weet alleen dat er twee fragmenten in staan, geluidsfragmenten. Okay. En ik moest daarbij denken bij het gedeelte wat u net beschreef over de bodem. Daarin schrijft ze ook hoeveel geluid er in de zee is. Ah, ja. Dus dat was mijn mijn bruggetje in mijn hoofd. Nee, nu snap ik het. Ja. Dus ik weet nog niet wat u gaat zeggen zo meteen, maar ik ook niet. We gaan het horen. Mijn goede bril, daar is een poot van afgebroken. Dus ik ga het. Dat is ook een probleem wat zeezoogdieren niet hebben, maar ik ga het proberen met een andere bril. Ja, misschien is het wel goed om te beginnen met die geluidsfragmenten. Dat is eigenlijk een soort voorbode op wat ik wilde vertellen. Is dat mogelijk om het filmpje aan te zetten? Ja, als er achter het scherm iemand die aan de knoppen zit. Welke van twee? Eerst die met die grafieken. Ja. Ja. Dit zijn spectrogrammen, dus grafieken van geluidsopnames van zeezoogdieren die gemaakt zijn door Bernie Krause. En daar zal ik zo iets over vertellen. Was dit alles? Ja, kort. Oké. Okay. Volgende fragment. Ja. Er is ook nog een tweede fragment. De Amerikaanse bioacousticus en kunstenaar Bernie Krause, die begon op zijn vierde jaar met viool spelen en later werd hij gitarist. Halverwege de jaren 60 vormde hij met Paul Beaver, een organist, en net als Krause zelf een studiomuzikant, het duo Beaver en Krause. En ze werkte ook veel samen met popmuzici als Stevie Wonder, George Harrison en The Doors, en componeerde geluidseffecten voor allerlei films. De duo leverde bijvoorbeeld bijdragen aan films als Rosemary's Baby en Apocalypse Now. Apocalypse Now, gebaseerd deels op een verhaal van Joseph Conrad, een schrijver die erg inspirerend was voor Rachel Carson, net als Herman Melville. Daarbij, toen ik dit las, dacht ik, oh ja, het heeft met elkaar te maken, die Bernie en Rachel Carson. Dat duo, dat liep heel goed, maar zijn leven slijten in de beslotenheid van muziekstudio's was niks voor Bernie Krause. Hij wilde eigenlijk voortdurend ontsnappen naar buiten de natuur in. Beaver, die zag er nogal tegenop deze geluiden in het wild te moeten opnemen. Ook een beetje gek als je Beaver heet, dat je dan niet naar buiten wilt. En liet dat graag over aan zijn compaan Bernie.
die ontdekte al snel dat het opnemen van dierengeluiden hem veel beter lag dan het hectische studiowerk. Hij had in de loop der jaren genoeg gekregen van het wereldje in Hollywood, waar meer opgeblazen ego's rondlopen dan goed is voor welk ecosysteem dan ook. Hij pakte het direct serieus aan en hij ging bioacoustics studeren. En hij haalde daar ook behaalde daar een PhD in. In het begin van zijn boek, dat heet The Animal Orchestra uit 2012, beschreef Kraus de ervaringen die hij in het veld opdeed, zoals in Wallowa Whitman Forest. Dat is een bergachtig wild gebied in Noordoost Oregon, de VS, waar Native Americans wonen, de Nez Percé. Op een koude oktoberdag in 1971 nam een van hen, Angus Wilson, Bernie Kraus en zijn metgezel mee op zoek naar geluiden. Ze hoorden stromend water, af en toe wat raven, maar verder bleef het tamelijk stil. Na ongeveer een half uur stak de wind op en ineens waren er geluiden te horen die de twee moeilijk konden plaatsen. Ze leken wel uit de pijpen van een kerkorgel te komen, wel het laatste wat je daar helemaal in de middle of nowhere zou verwachten. De misplaatste zwerforgelklanken zwollen aan totdat ze op zeker moment het schrale klankschap volledig domineerden. Verkleumd van de kou keken Bernie en zijn metgezel vragend naar Angus. Wat was dat nu? En die wees ze op een omgewaaide rietschoot die in de loop der jaren beschadigd was geraakt. Bovenaan in de plant waren gaten ontstaan. En als de wind daar overheen blies met een bepaalde sterkte en onder een specifieke hoek ontstonden die vreemde geluiden. Angus verdween in de rietkraag, liep een eindje het water in en sneed een stuk riet af. Hij boorde er enkele gaten in en begon te spelen. Een prachtig geluid dat het midden hield tussen een kerkorgel en een reusachtige panfluit. Kraus besefte onmiddellijk dat hij muziekles had gekregen van deze Nez Percé. Bernie werd steeds bedrevener in het luisteren naar terloopse geluiden en niet alleen van dieren. Hij maakte geluidsopnamen van de wind, het water, vallende regen of sneeuw. En in dat opzicht volgde hij het spoor van Rachel Carson. Silent Spring was voor hem een eye-opener geweest, maar hij kende zeker ook haar boeken over de zee. En daarin beschrijft Carson regelmatig het geluid van de wind, de golven, het breken van de golven op de kust. Ze schrijft: aan een rotskust gaat dat formale en polijste van rotsen en brokstukken onophoudelijk en hoorbaar door, want de brandingsmolen aan een dergelijke kust heeft een heel ander geluid dan golven die uitsluitend zand hebben om mee te werken. Een diep gemompel en gerommel dat men niet licht vergeet, zelfs niet voor wie maar zelden langs zo'n strand loopt. Dat is het einde citaat van Carson. Als je, zoals Kraus, geluiden van ecosystemen wil typeren en ook wil vergelijken, dan heb je misschien wat meer aan een fysische dan aan de literaire benadering van Carson. Want al komt Carson regelmatig een heel eind met poëtische beschrijvingen, geluid blijft moeilijk in woorden te vatten. Als je geluidsfrequenties meet en ook de amplitude, timbre en duur van het geluid opneemt, dan kun je een spectrogram maken zoals ik net liet zien uit een installatie van Bernie Kraus. En van die spectrogrammen heeft Kraus er veel gemaakt. Natuurlijk haalt de ervaring van het zien van een grafiek, een spectrogram, het niet bij het in zee horen galmen van bultruggen, blauwe vinvissen of het knetteren en zingen van orka's. Misschien is het hier goed wat orka-geluiden te laten horen. Dank voor het vinden van dit fragment. Die orka's die zijn uiterst sociale reuzendolfijnen, zoals jullie waarschijnlijk allemaal weten. Die leven in matriarchale clans van hoogstens enkele tientallen dieren.
zonen die blijven vaak levenslang bij hun moeder en ook dochters blijven nogal lang. Sterft de matriarch, de moederfiguur van de clan, dan pas stichten de dochters hun eigen clan. Je hebt eigenlijk op de hele aarde maar één soort orca-soort, één species, een cosmopoliet. Net als mensen nu, waarschijnlijk is er maar één mensensoort nog op aarde, terwijl er wel 700 zijn geweest in het verleden. Maar die homo sapiens die ontwikkelde duizenden talen en dialecten. En iets dergelijks doen die orka's ook. Die hebben talloze variaties van clangebonden deuntjes. Een soort liedjesrepertoire. En orka's die ver van elkaar weg leven, die verstaan elkaars gefluit, geknetter of gegalm, wat we net hoorden, waarschijnlijk niet of nauwelijks. Dus als je een Chinese orka confronteert met een Engelse orka, dan zullen zij zich afvragen, nou en? Van generatie op generatie is het vocaal repertoire opvallend stabiel. Een voorbeeld van culturele doorgifte, dus van moeder op dochter en zoon, wordt een heel bepaald liedjesrepertoire doorgegeven. En dat is dus niet via genetische doorgifte, maar echt door aangeleerd gedrag. En dat is een voorbeeld van cultuur bij dieren. En dat is ook nog niet bekend in de tijd van Rachel Carson, maar een van de verworvenheden van beter gedragsonderzoek aan die orka's en ook aan andere walvissen. Die orka-deuntjes die bestaan uit herkenbare stabiele partjes, een soort elementaire orka-akkoorden. Daar kunnen partjes wegvallen of juist verdubbeld worden of op een andere plek in het lied terechtkomen. En daarbij denk ik steeds dat de parallellen met biologische evolutie, met mutaties in het DNA, heel ver gaan. Je kunt dus ook culturele evolutie krijgen van zo'n vocaal repertoire. Dat soort dingen die moet je natuurlijk niet alleen in een grafiek willen constateren, maar dan doe je jezelf tekort, denk ik. Maar ervaren door langdurig naar orka's te luisteren, liefst in het wild, en je echt in ze te verdiepen. Vanaf het moment dat Kraus met koptelefoons en versterkingsapparatuur opname begon te maken, merkte hij hoeveel meer geluid er tevoorschijn kwam. Door het dragen van de koptelefoon en het versterken van geluiden, is eigenlijk zoiets als een verrekijker voor een vogelaar, kreeg Kraus ervaringen die voor hem zelfs het karakter hadden van visioenen. Hij ziet zulke fantastische dingen dat hij in mijn ogen soms een beetje zweverig wordt en het ook heeft over de stem van het ecosysteem. Er ging echt de een na de andere nieuwe wereld voor hem open, afhankelijk van de plaats waar hij opname maakte. En in het spoor van Rachel Carson kwam hij er snel achter dat de ene zee heel anders klinkt dan de andere. Het geluid van de stille oceaan bij San Francisco verschilt in veel opzichten van dat van de Atlantische Oceaan op Coney Island bij New York, of van de soundscape bij de kust bij de Azoren. En zo klonk voor hem de Indische Oceaan op het strand bij Dar es Salaam bij kalm weer niet als een reusachtige zee, maar eerder als een groot meer, een pulserend kabbelen dat in de muziek zou je het waarschijnlijk staccato noemen. Het geluid van de zee is daar ter plekke zo specifiek dat Kraus bij het afspelen van de geluiden direct weet, dit moet Dar es Salaam zijn. Ik vroeg me zelfs af of hij een landschap of een zeeschap zou kunnen schilderen door geluiden te horen en het landschap of die zee nooit te hebben gezien. Ik geneerde me wel een beetje toen ik dat las over dat strand van Dar es Salaam, want daar heb ik zelf vaak gelopen in de jaren 80 van de vorige eeuw. En ik moet dat unieke geluid, dat staccato, pulserende kabbelen dus ook hebben gehoord, maar dat is me helemaal niet opgevallen. En dat komt misschien omdat ik te visueel ben ingesteld en ik had ook geen opnameapparatuur. Kraus die heeft het over die stem van een ecosysteem dat ik noemde alsof het om een persoon gaat.
opname van typerende klanken van een landschap of zeeschap die kunnen inzicht geven in de veranderingen die zich daar voltrekken. Tegenwoordig helaas bijna altijd beschadiging of degradatie. En Krauss die laat overtuigend zien dat je alleen al door het vastleggen en vergelijken van klankschappen op verschillende plaatsen en in verschillende perioden een heel eind kunt komen met te zien wat er aan de hand is met een ecosysteem. Het geluidsarchief dat hij in de afgelopen halve eeuw opbouwde is volstrekt uniek en helaas niet meer te reproduceren. Maar dat geeft een goede indruk van het stiller worden op aarde van, dieren, van de dieren. Dus er is vast enorm veel herrie bijgekomen van vliegtuigen, cruiseschepen en ik weet niet wat, waar dieren allemaal grote last van zullen hebben. Maar het geluid van de dieren zelf is op heel veel plekken afgenomen. Inmiddels wordt de methode Krauss om met behulp van opname van klankschappen de vitaliteit en kwaliteit van ecosystemen te bepalen door natuurbeschermers al heel vaak toegepast. Het is een eigenlijk helemaal onvoorzien, dat vind ik zo mooi. En in het spoor van Carson, die ook heel mooi over allerlei geluiden in zee schrijft en gedetailleerd. Onvoorzien is dat een belangrijk hulpmiddel geworden in de strijd tot behoud van natuur. Ik mag maar 10 minuten. Dankjewel. Ik wil jullie ook eventjes erop attenderen dat we straks ook vragen kunnen zijn uit de zaal. Dus als je zometeen denkt van waarom hebben we het hier niet over, dan kan je dat zelf nog veroorzaken. U had het net over dat fysische beschrijvingen misschien beter zijn of meer teweeg kunnen brengen. Eigenlijk misschien was dat het, dan literaire beschrijvingen van Carson. Nou, een gedicht vind ik het mooiste wat er is. Maar als je kijk, die gedichten die zijn er over 1000 jaar nog, als het goed is. De beste gedichten. Maar terwijl de wetenschap, dat zie je aan het boek van Carson, zij schrijft vaak poëtisch en heel mooi. Je zou denken, dat is ook een boek voor altijd. Maar je had er toch al enige last van dat sommige dingen niet meer kloppen. En ja, de theorie van Alfred de Wegener over de platentektoniek was nog niet bevestigd. Ja. Dus in die zin zijn meer poëtische dingen die blijven hangen. Zoals de getuigenis van sedimenten heeft het op een gegeven moment over. Ja. Nou, dat blijft dan hangen als een soort poëtische, als een frase. Dus in de gesteente, in de sedimenten, die getuigen van de geschiedenis. Maar er is die erin besloten ligt of zo. En dan, dat blijft wel hangen, zeg maar. Maar er is dus iets geks met zo'n boek als dit, dat de wetenschappelijke kant hopelijk veroudert. Want als het niet zou verouderen, zou de wetenschap niet voortschrijden. Mm-hmm. En die wetenschappelijke ontwikkelingen, die zijn er gelukkig wel. Je ziet ook in haar boek een soort voorbode van de theorie van de eilandbiogeografie van Edward Wilson en Robert MacArthur, een biomathematicus. En die is heel belangrijk geworden voor de natuurbescherming. Ik ben eigenlijk heel erg nieuwsgierig van wat denken jullie dat de beste tactiek is? Is dat de verwondering die meer in de zee zit of is het meer een aanklacht? Zoals in Silent Spring. Wat is de beste tactiek om mensen te bewegen? Of is het poëzie, juist de poëzie of juist de harde wetenschap? Wat is de beste tactiek om mensen te bewegen om niet op deze verwoestende manier om te gaan met de natuur? Ja, ik denk dat je beide nodig hebt. Dus je ziet het gewoon telkens maar weer hameren op de feiten en de feiten weer opnieuw onder de neus van beleidsmakers schuiven. Dat is niet genoeg. Ik bedoel, kijk naar ieder klimaatrapport. De feiten zijn telkens alarmerender. Maar ja, toch komt het niet over of niet genoeg, landt het. Wat Carson doet met de zee is die verwondering, die heb je nodig. Ook, ik geloof dat David Attenborough, is ook een citaat van hem, van we gaan pas beschermen en we gaan pas echt zorg dragen voor dingen waar we ontzag en bewondering voor hebben,
Alleen, hij is ook ontzettend bekritiseerd, Attenborough, dat hij te lang is blijven hangen in het frame van kijk eens hoe prachtig en mooi die natuur is, och, wat groots en mooi allemaal, zonder oog te hebben voor de oorzaken van de teleurgang van die natuur. En dat is... Rachel Carson heeft het beide in haar carrière, ook met de aanklacht van Silent Spring. Ik denk dat die ook ontzettend belangrijk is. De aanklacht. Dus oké, we willen wat beschermen. Maar wie en wat is er dan verantwoordelijk voor die ecologische verwoesting? En wat kunnen we eraan doen? En dat vergt niet alleen verwondering, maar dan is de stap, dat vergt ook politieke actie, politiek activisme. En dat heeft zij, bijvoorbeeld Silent Spring, DDT, het belangrijkste bestrijdingsmiddel waar zij tegen tekeer ging in dat boek, dat werd een aantal jaar later, of in de jaren 70, geloof ik, begin jaren 70, werd dat verboden. In 1970 richtte president Richard Nixon, niet echt per se zelf een enorme natuurliefhebber, maar voelde zich wel genoodzaakt om de Environmental Protection Agency op te richten. Heeft hij toch nog iets goeds gedaan? Ja, en dat komt mede dankzij Carson. Op de website van de EPA wordt Carson ook genoemd als... dat boek wordt genoemd als een soort... beginselverklaring is wat groot, maar wel dat iets in werking heeft gezet. De eerste Earth Day kwam. Protesten, het is net weer een paar dagen geleden dat we de Earth Day hebben gehad. En in 1970 was de eerste en daaruit kwam ook dat EPA voor. Dus je hebt denk ik beide nodig. Die verwondering om te zien wat het beschermen waard is en die aanklacht om dat beschermen te realiseren. Ja, en Lisa, jij hebt het over een tactiek waarvan jij vindt dat een goede is om te motiveren, is het doemdenken. Ja, dat heb ik eens beweerd, ook omdat ik graag altijd een beetje dwars ben. Maar als je dan dwarsigheid, hoe werkte dat dan, dat doemdenken, als motiverend? Waar ik in ieder geval een probleem mee heb, is, laten we het een soort toxisch optimisme noemen. Dat je ziet dat er, en ik denk trouwens dat het inderdaad wel belangrijk is om te proberen op een bepaalde manier onderscheid te maken tussen optimisme en hoop of zo. Want hoop heb je altijd wel nodig, maar moet het ook optimistisch zijn? Moeten we er maar weer van uitgaan dat het, ik weet niet, dat er een soort echt iets gloort aan de horizon. Ik heb dat doemdenken op een gegeven moment geopperd als een soort strategie. Omdat ik het idee heb, we zijn de hele tijd naar de toekomst aan het kijken. En dan hopen we dat het nog goed komt of we vrezen voor wat we daar zien. Maar uiteindelijk zijn we te weinig bezig met wat er in het hier en nu al lang misgaat en gebeurt. En daar ben ik dan geen oog voor. En daar probeer ik dan op een bepaalde manier dat doemdenken voor in te zetten. Of zo. Van zie nou wat er allemaal al kapot gaat. Of zie nou van wat voor systemen je onderdeel bent in meer of mindere mate. Mm-hmm. En vraag je af, wat moet ik daarmee? En probeer dan niet je af te vragen van daar en hoe kom ik hier weer helemaal uit? En hoe kan ik het weer helemaal goed maken? En weer tot een soort nieuw groot verhaal waar het allemaal goed van komt. Maar probeer het juist, wees wat deemoediger en hou het wat kleiner. En dat vond ik wel interessant. Er zit hier ook op een gegeven moment een soort voorbode van geoengineering in. Dat ze proberen de golfstroom op een bepaalde manier te controleren. En daar kan ik me zeker, als het gaat over nu klimaatverandering, wel heel erg, kan ik wel heel bang voor worden. Dat ik denk, oh, straks gaan we proberen het allemaal weer goed te maken. Door de lucht te stofzuigen, de CO2. Ja, of precies, of zwavel erin te spuiten. Ja, en dan voor bepaalde mensen op bepaalde plekken werkt het ongetwijfeld heel goed, op andere plekken weer minder. Maar ik denk wel dat heel veel mensen van goede wil zijn en graag iets zouden doen, een bijdrage willen leveren, maar dat ze zich vaak machteloos voelen. Niet weten wat ze hoe dat zou kunnen. En dat ze helemaal murf gebeukt zijn met allemaal negatieve berichten over ecosystemen die stuk gaan. En dat is ook zo. Ja. Maar ik heb zelf wel veel gehad aan iemand als Edward Wilson. Waarom? Omdat hij zich ook heel erg aan de feiten houdt en precies beschrijft wat er misgaat. En heel goed volgde op allerlei plekken op aarde welke ecosystemen bedreigd waren. Maar ook oplossingen verzon over hoe je vaak met vrij eenvoudige ingrepen heel veel biologische diversiteit voorlopig zou kunnen veiligstellen.
of ecosystemen zou kunnen restaureren. En in praktische zin vaak hoe je bijvoorbeeld in Suriname is dat een keer gelukt, houtkapmaatschappijen kunt overbieden doordat je aanreikt hoe zo'n ecosysteem voor lokale bewoners meer kan opleveren als ze het intact houden dan als ze het bos kappen. Dus het waren, ja. Maar zou zoiets dan haak staan op dat doemdenken wat jou betreft? Of zou dat juist misschien een doemdenker tot nou, ik zit te denken inderdaad, Wilson die heeft ook zo'n interessante notie. Hij heeft het over biofilie, herinner ik mij. Ja. Want ik heb daar nog eens mee gespeeld om dan te zeggen, nou, we moeten niet, het gaat niet om biofilie. We moeten een soort afvalfilie ontwikkelen. En daarmee wilde ik dan de nadruk erop leggen dat, maar uiteindelijk, ik heb me niet enorm verdiept in Wilson, dus ik weet niet precies hoe hij dit begrip invulling geeft. Maar als we het hebben over natuur of over de bios, dan willen we nog wel eens de neiging hebben om te idealiseren. Dus in de natuur is het harmonieus en alles is daar goed en in balans. En toen kwam de mens en die maakte alles kapot. Dus we moeten weer dichter bij de natuur komen. Zo simplistisch is het. Zo zal het bij hem niet zijn. Wilson niet. Hij kijkt bijvoorbeeld naar een fenomeen als extinctie, uitsterven van planten en dieren en andere organismen. In welk tempo gaat dat? In welk tempo ging dat in het verleden, in allerlei verschillende geologische tijdsgewrichten? Dat tempo van het ontstaan en het verdwijnen van soorten, dat is niet altijd hetzelfde. Vaak is er periodenlang een balans geweest. Als er ongeveer evenveel nieuwe soorten ontstaan als er andere verdwijnen, zou je kunnen besluiten dat normaal te noemen. Daar moet je het heel lang over hebben nog. Maar wat er nu gebeurt is dat de mate van extinctie, het tempo waarmee planten en dieren verdwijnen, dat misschien wel 1000 keer zo hoog is als tijdens die zogenaamd normale periode. En dat valt samen met die antropogene periode, zo van de laatste 150 jaar en de allerlaatste tijd nog veel sterker. Dus hij zegt niet dat. Maar wat wilde jij dan? Wilde jij het ook daarheen? Nou, ik wilde met het idee van we moeten van afval leren houden, wilde ik erin voegen dat je dus moet uitkijken met idealisering. Ook omdat je jezelf daarmee enorm in de nesten kan werken. Dus ook als je idealisering over de wereld waar we dan naartoe moeten. De wereld waarin we leven is een wereld met microplastics overal, met radioactief materiaal op allerlei plekken, in de zee ook nog, maar ook, we hebben het nu op bepaalde plekken gestald, daar gaat het ook niet blijven. We proberen dan een plek te vinden waar we het dan voor altijd kunnen bewaren. Nou, dat gaat waarschijnlijk ook een keer mis, zijn wij er al niet meer, maar en dat je dus daar ook mee moet zien te dealen en dat je daarvan moet gaan leren houden. Dat heel erg belangrijk is. En dat betekent dus ook dat je niet idealiseert en dat je niet het idee hebt, bijvoorbeeld zoals Bojan Slat, dat je de microplastics in de oceaan, Bojan Slat die de zee ging opruimen, ja, die daarmee bezig is op dit moment. Precies, die Ocean Cleanup Project. Dus dat is een hartstikke mooi idee. We gaan alles weer schoonmaken, weer netjes. We gaan ons afval weer opruimen uit de zee. Maar goed, dan hebben we het gewoon over de grotere stukken plastic die daarin terechtgekomen zijn. En die zijn niet per se het grootste probleem. Er zijn ook de kleine stukjes plastic krijg je niet weg. Die zijn daar. En die zijn al lang onderdeel van de zee. Net als die radioactiviteit zit die. Precies, al dat acteert in, ook al. In, gaat, ja. die door, gaat dat door de hele voedselketen? Dus dat zit waarschijnlijk ook al in ons. Ja, dat zit zeker. Eén ding wat ik graag wil vragen voordat ik naar de zaal ga, is wat net eventjes langskwam. Maar ook, ik vraag me, is de mens de enige die ontwrichtend is? Die zo ontwrichtend is? De enige soort? Ja, we hebben eerder extincties gehad. Toen waren er andere actoren, organismen. Nou ja, ik wil wel een kanttekening plaatsen bij het gebruik van het woord de mensheid en zo. En er schuilt namelijk een gevaar in praten in termen van het antropoceen. En er zit ook een soort paradox in. Dus het antropoceen is het idee dat de mensheid een soort geologische kracht is geworden. Dus die processen die miljoenen jaren, evolutionaire processen die miljoenen jaren duurden, die worden nu in een generatie overhoop gegooid door de verstorende kracht van de mensheid. Waar ook een soort
paradox in schat van nietigheid. Aan de ene kant zijn we als soort, als geheel enorm machtig en invloedrijk. Aan de andere kant voelen we ons als individu compleet hopeloos er tegenover. Maar wat wel, vind ik, altijd belangrijk is om te benadrukken, is dat dat uitgaat van een soort van, de mensheid is een soort abstract iets waarbij we allemaal in hetzelfde schuitje zitten. Mm-hmm. En we allemaal evenveel verantwoordelijkheid. En het is het compleet depolitiserend. Dus ja, als iedereen schuld heeft, heeft niemand ook de verantwoordelijkheid, mm-hmm, om het op te lossen. Terwijl, ik denk, altijd belangrijk is om te benadrukken van dat niet iedereen, niet iedereen zit in hetzelfde schuitje. Het wrange is juist dat de mensen die er het minst aan de ecologische crisis hebben bijgedragen vaak het hardst worden geraakt door, ja, de gevolgen daarvan. En dat er ook, ja, mensen zijn in posities van macht om die meer verantwoordelijk zijn voor het verwoestende systeem wat gecreëerd is. En ook in een positie zitten om dat systeem te veranderen. Dus dat is meer een kanttekening van als we praten in termen van de mens of, mm-hmm, de mensheid, dan verliezen we dat soort machtsverhoudingen heel snel uit het zicht. Ja. En dat bemoeilijkt ook het nadenken in termen van oplossingen. Ja, maar toch ben ik heel erg nieuwsgierig naar het antwoord op mijn vraag. Los van dat ik dit natuurlijk ook begrijp, maar ik zit nu heel erg te broeden van hoe kan ik de vraag op een andere manier stellen zonder het hebben over de mens als een soort. En ik denk niet dat ik dat lukt. Dus, maar ja, nee, ja, of, zijn je bedoelt als, of er andere wezens, ja, zijn, dieren zijn die, ik, wat jij zegt, volgens mij er zijn eerdere uitstervingsgolven, massa-extincties geweest. Maar voor zover ik weet, kwamen die altijd door externe, dus door meteorietinslagen, vulkaanuitbarstingen, die een soort proces op gang brachten van versnelde klimaatverandering, waardoor, hm, al het leven op aarde opgeschud werd. Voor zover ik weet is er niet een andere diersoort geweest die zo'n enorme ecologische impact heeft gehad. Voor zover ik weet inderdaad niet één diersoort. Het is of een buitenaardse meteoriet die in één klap zorgt dat de dinosauriërs en nog heel veel planten en andere diersoorten worden weggevaagd. Maar of is toch iets met vulkanen? Het Great Oxygenation Event, dus het probleem van zuurstof. Was niet de cyanobacterie? Maar dat was niet. Dat zou kunnen. Dat was niet, ja, een organisme, ja, of een bacterie. Ja, die... Misschien is dit moment om naar de zaal, ja, te gaan, maar dat, ja, is wel, ja, heel dat... fijn, Taben, als de microfoon er ook bij aanwezig is. Anders dan kan niemand het horen. Hi, ik ben trouwens marinebioloog in opleiding. Dus okay, dat is waarom ik het weet. Maar ja, cyanobacteriën zijn dus is een organisme geweest die inderdaad ervoor heeft gezorgd dat de zee ineens oxygenated werd. Waardoor inderdaad een grote massa-extinctie was. En ja, dieren eigenlijk heel erg veel op. Ineens werd een zuurstofrijke omgeving. Dus. In welke tijd was dat, weet je dat ook? Ooit was zuurstof een gif. Ja, ja, dat was echt een van de eerste dingen. Ik weet niet precies welke. Okay. Dankjewel voor deze toevoeging. Ja. Volgens mij schrijft Karsten uit de zaal. Zijn er vragen uit de zaal? Het is ook de vraag, wat is het doel? Wat is het doel van ons? Hè? Je vraagt naar een strategie, maar waarnaar streven wij dan? Ja, maar dat alles... naar niet vraag verwoest, strategie naar niet-verwoesting. Ja, maar want de vraag is inderdaad, kunnen we er iets aan doen, toch? Bijna. Of is er verantwoordelijkheid? Of hoe zit het met autonomie? en wie heeft die dan? Of zo? Of wie heeft hier handelingsvermogen? Dat is eigenlijk je vraag, denk ik. Toch? Mijn vraag net was of er. Ik denk dat we allemaal graag niet willen dat we als mensen de hele wereld kapot maken. En ja, hoe bewegen mensen zoals schrijvers of andere mensen in het publieke debat, de rest van de mensheid, om niet zo verwoestend te zijn? Ja, ik denk, kijk, we weten in ieder geval al sinds... Dus zeg maar, dit boek is 62. In 72 had je het rapport van de Club van Rome. Heb jij ook onlangs een boek over geschreven. We weten al best wel lang dat bepaalde gedragingen van de mens of bepaalde
dingen die we doen, laten we het kapitalisme noemen. We noemen het kapitalisme. We weten al sinds 1972 dat kapitalisme het in zich draagt om de wereld kapot te maken. Heb ik het even niet over wie dat allemaal in de lucht houden. We houden het vaag. De vraag is, waarom doen we niks met die informatie? En ik denk dat dat is, en we tussen aanhalingstekentjes zeker hier. Omdat het ook heel prettig is voor heel veel mensen die voordeel hebben hieraan. En er zijn allerlei fantasieën en mythes die we de hele tijd voor onszelf vast willen houden. Ook om dit vast te kunnen houden. Want anders moeten we op een gegeven moment, dan moeten we zeggen, ja, we zien echt dat het destructief is. Er zijn allerlei manieren waarop we ons proberen onderuit te wurmen, met groene groei bijvoorbeeld. Waardoor we dan zeggen, nee, ja, het lijkt wel destructief, maar je kan best economische groei ontkoppelen van ecologische destructie. En daar, wij zijn heel erg invested daarin. Ik ook persoonlijk. Ja. Dingen zijn heel prettig voor mij op dit moment. Dus ik voel ook zelf heel erg hoe ik daar aan probeer vast te houden. Willen met bepaalde luisteren. Dingen die ik mezelf verkoop. Ja. Ja. Er zijn ook een vraag volgens mij uit de zaal. Toch wel een vraag. Oh, dat is fijn. Ik vraag me af of je niet een antwoord kunt beginnen te formuleren op basis van het nadenken over het begrip paradigma. Wat hier ook vanavond voor ligt, zeg maar. Als ik denk over een paradigma shift, waarin we zitten als het ware, dan denk ik aan een shift die ervoor zorgt dat de centraalstelling van de mens als actor in het gebeuren, zal ik maar even formuleren, is wat moet dimmen. En er meer gezocht moet worden naar een alomvattendheid, een connectiviteit van de mens als soort, als dier in het geheel. Een collectiviteit? Als collectiviteit, ik weet niet hoe je dat noemen moet. Die onderdeel wordt van die natuur en daarin ook verdwijnt als zijnde hoofdfactor. En dat zou ons kunnen aanzetten om een ander gedrag te gaan formuleren, gaan acteren, waardoor we wat minder in die beweging sinds Descartes, zeg maar, voortgaan met het beheersen van de natuur. Ja. En het bezit in bezit zijn van de natuur enzovoort. Dat lijkt me een belangrijke opmerking. Dat de dichotomie tussen mens en dier wordt afgeschaft. Maar ik denk wel dat dat precies is de paradigma-wisseling waar Rachel Carson symbool voor staat. Een van de redenen waarom dit is opgenomen in die reeks is namelijk eigenlijk dat voorbeeld van die brievenschrijver die ik aanhaalde. Die zei van ja, dat geneuzel van die groene hippies die het zielig vinden voor de diertjes en voor de planten. Dat zij heel goed liet zien die interconnectiviteit van dat levende web wat over de planeet heeft gespannen en onze plaats daarin en de kwetsbaarheid daarvan. En ik denk wel degelijk dat je dus die verschuiving al ziet, wat ik zeg. Nu is dit een heel vakgebied. De ecologie is een zeer gerespecteerde en invloedrijke wetenschap. Valt wel mee hoor. Onlangs werd nog één kabinet geleden de hele afdeling dierecologie in Leiden afgeschaft, waar geweldige onderzoekers zaten die dingen doen die ik heel belangrijk vond. Maar het kabinet blijkbaar niet. Nee, maar dat, ik wilde zeggen, zeg maar, op wetenschappelijk niveau is dat inzicht echt wel doorgedrongen. Je hebt ook iemand als James Lovelock met zijn Gaia-hypothese, die ook de planeet zag als een soort zelfregulerend organisme. Die werd weggelachen en weggehoond. En nu heb je binnen de wetenschap ook het vakgebied van aardsysteemwetenschappen, waarin er wordt gekeken hoe verschillende sferen, de atmosfeer, de biosfeer, de oceaan, hoe die met elkaar interacteren en hoe dat op elkaar inwerkt. Alleen dat is het punt wat u net maakt. Toch denk ik dat beeld van de mens die de natuur naar zijn hand kan en moet zetten en moet uitbuiten voor eigen voorspoed en vooruitgang, dat nog steeds, zeker op politiek niveau, heel hardnekkig en heel dominant is. Maar dat die kentering misschien wel aan de plaats vinden is. Aan de plaats vinden. Maar er is nog een... Ja, zeker. Hi, ik ben Arita Baaiens. En ik heb een heel positief bericht voor
degene Lisa aan tafel en de meneer daarachter. Oh. Op de Dag van de Aarde, 22 april, werd de eerste zoo-op ter wereld opgericht. Het nieuwe instituut in Rotterdam. En dat betekent dat het een, vanaf nu dat nieuwe instituut een organisatievorm heeft, waarbij ook de vogels, de korstmossen, alles zeggenschap heeft. En daar is zelfs een iemand aangesteld, Maaike van Stiphout, landschapsarchitect, die dan als spreker voor de levenden aan tafel gaat zitten om namens die andere belangen ook iets in te brengen. Dus, oh, en dat is ter experiment, om te kijken als we als mens ons minder belangrijk maken en de andere levende vormen een stem geven. Hoe werkt dat dan? Dus dat lijkt me wel een mooie aanvulling. Dus er is vooruitgang. En dan nog één laatste opmerking of vraag uit de zaal. Ik zie iets achter me. Oh, ja. Het is helaas niet echt een vraag, maar meer een toevoeging van wat mevrouw voor mij net zei. Ook iets van goed nieuws, dat ook het wetenschappelijk inzicht doorcijpelt natuurlijk naar natuurbeschermingsorganisaties, waar ik aan verbonden ben. Ik denk dat dat heel goed nieuws is. Sorry? Je mag ze wel noemen, hoor. Nou, als zelfstandig adviseur, maar het is het Wereld Natuurfonds, die natuurlijk ook een betwistbare rol heeft gehad in de geschiedenis van de organisatie, maar nu steeds meer ook gebruik maakt van wetenschappelijke inzichten. En ook van een politiek-economische lens, wat jij net aangaf, om dus verandering tot stand te brengen. Want vanuit de politieke-economische lens kun je anders kijken naar landschappen, naar zeelandschappen. En daar ook echt iets anders fundamenteels aan doen. Dus ik denk dat daar goede ontwikkelingen in te spotten zijn. En die ook wel hoopvol zijn. Dat wilde ik even toevoegen. Nog weinig doen met denkers in de zaal. Nee. optimistisch einde. Dan wil ik eigenlijk voor nu het panel hier heel erg bedanken. Thijs Goldsmied, Lisa Doeland en Jaap Tielbeke. En dan het laatste het woord geven aan Arita Baijens, auteur, wereldreiziger. We gaan jou eigenlijk het woord geven omdat we het de hele tijd hebben gehad over de zee. Maar nu gaan we ook echt praten met de zee. En daarin ga je een rol. Taal voor de toekomst heet het project waar dit een onderdeel van is. Ja, nou. Beste lieve aardbewoners. Mag ik de eerste beeld? De zee die gaat spreken. En die zegt tegen ons, mens, wanneer praat je met me? En we hebben nu gemerkt in dat gesprek wat we net hebben gevoerd, dat we nogal een bazige relatie hebben met alles om ons heen. En zeker met de zee. Dus voor de een is het een industrieterrein. De ander haalt daar vis uit. Kortom, wij manipuleren als Nederlanders. Het zit een beetje in ons DNA. De aarde en de zee om ons heen. En ik moet gewoon doen wat wij goed vinden. Door mijn reizen in andere landen, andere culturen, merkte ik ook dat je op een heel andere manier in de wereld kan staan. En niet op een romantische manier dat dan alles goed is. Maar ik dacht wel, als bioloog opgeleid, als ik dan in Siberië met mensen sprak die natuurgeesten overal zien en bezielde landschappen, dacht ik, ja, wat bedoelen die gasten daarmee? Maar als je daar induikt zonder die vooroordelen, dan merk je dat er verschillende werkelijkheden naast elkaar kunnen bestaan. En dat we als Alice in Wonderland eigenlijk zouden kunnen leven. Gewoon in een ander paradigma, een ander konijnenhol. En dan ziet de wereld er anders uit. Ik dacht, oké, als je nou een toekomst voor je ziet waarin de mens niet meer centraal staat, maar onderdeel is van een groter geheel, hoe praten we dan? Of hoe communiceer je dan met de dingen om ons heen? Die dan ook, ze hebben gewoon recht van bestaan. Maar hoe kun je nou met elkaar uitmaken hoe het dan verder moet? Ik zou toch te gek zijn als we die Nederlandse taal, die zeer technocratisch is, en die eigenlijk laat zien dat onze verborgen aanname is, wij hebben het voor het zeggen, wij doen alles, het is heel erg eenrichtingsverkeer, dat die taal zo verandert dat die meer ecologisch intelligent wordt, meer poëtisch, en ook
die andere levende schepselen aan het woord laat. Nou, daar is een experiment mee gedaan vorig jaar. Mag ik de volgende? En we hebben samen met Mark IJzerman, kunstenaar, en Tivon Rice, ook een kunstenaar, een lerende taalmachine ontwikkeld die we trainen om namens de zee te spreken. En natuurlijk is dat niet de zee zelf, maar het is een experiment, net als die zo op. Stel dat die zee tegen jullie iets zegt. Als dat zo is, dan ontstaat er toch een gesprek. Dus een hele hoop mensen hebben vragen gesteld aan de zee. En die hebben we aan dat lerende taalalgoritme gesteld, die dus namens die zee spreekt. En dat heb ik een klein beetje geredigeerd. En een van die vragen was: wat beweegt de zee in mij? En dan moet je de ratio half uitschakelen, anders begrijp je het antwoord niet. Het is een poëtisch, orakelachtig antwoord. Dus je moet je best doen om die zee te begrijpen. En die zegt dan: een mooie vraag. Je stond even te kijken en dan heb je mij gezien. De zee houdt van vloedgolf in de nek te zijn. Waarschuwing. Die zee is niet per se lief, natuurlijk. De uiterlijke dingen barsten. Emoties van duisternis. Het grote geheugen speelt tussen de sterren en de breuken van oneindigheid. Een vorm van enderekening. Zachttaal is fundamenteel. Grote voelen dat natuur de wereld wordt genoemd. Dus dat algoritme husselt woorden door elkaar. Het husselt grammatica door elkaar. En daardoor ontstaat er iets nieuws. Mag ik de volgende? Ik hou het kort hoor. Dus taal is belangrijk en ook de woorden. En we hadden het net over die woorden die wij gebruiken. Neem het Noordzeeakkoord. Dat heb ik doorgeplozen. Er komen allemaal woorden in voor als biodiversiteit, transitie, natuurambitie. En ik heb ze voorgelegd aan de zee. En gezegd: wat, zee, wat vind je daarvan? En als je nou je ogen een klein beetje dicht doet, en dan zeg ik een paar woorden. En kijk eens gewoon wat het doet. Noordzeeakkoord. Het wiegende ontbreekt. Het woord transitie. De zee zegt: niets zal hetzelfde zijn. Ik weet niet of jullie iets merken. Een verschil, is dat zo? Of is het voor jullie dezelfde waarde qua vertaling? Nee, het is totaal anders. Het is iets anders. Hè? Bijvoorbeeld, er staat hier nu niet bodembeheer. Dat geeft ook aan, wij doen gewoon van alles. We plannen het en we regelen het. In Friesland is dat woord veranderd in landschapspijn. Nou, daar kwamen de boeren met de hooivork in het geweer. Want die hadden zoiets, verdomme, hé, dat hebben wij dan zeker weer gedaan. Dus kortom, er ontstaat een emotie om wat je zegt. Terwijl dit soort neutrale woorden, die hebben een functie, maar ik zou het willen aanvullen met poëtische taal. Volgende. Nog één vraag aan de zee die gesteld is. Hoe kunnen we beter luisteren naar de zee? Ik zal niet alles oplezen, maar het belangrijkste: het wiegende ontbreekt. Je kunt het uiterste worden, omdat ieder van ons een gewetensproces. Ik leg het niet uit, ik laat het bij jullie nagalmen. En dan als uitsmijter heb ik de zee gevraagd wat de zee van de toekomst vindt. En ik weet niet, jullie moeten misschien de stoel een beetje vasthouden, want het is niet een heel optimistisch geluid. Maar mag ik de volgende, om dan af te sluiten? De toekomst is fucked en volmaaktheid. Hoe moeten wij het zeggen? Daar wil ik het bij laten. Heel erg bedankt. Arita Baaiens. En ik moest tijdens dit gesprek, terwijl ik hoor soms al die geluiden van het Leidseplein zo binnen hoor komen, dan moet ik eraan denken hoe vaak ik op deze Koningsnacht met mijn voeten zo in de plastic bierbekertjes heb gestaan. En vind ik het eigenlijk wel heel prettig dat ik het vanavond met jullie zo in dit zaaltje heb gedaan. Dus daarvoor wil ik jullie heel erg bedanken en tot de volgende keer. Alsjeblieft. Thijs, ik heb voor jou een antwoord van de zee. Want jij wilde weten...